We zijn bij kringloopboer en melkveehouder Anton van de Ende uit Schipluiden, waar zijn familie al 3 generaties boert. Maar wat houdt kringlooplandbouw nou precies in? Kringloopboer houdt in dat je zelfvoorzienend bent, zoveel mogelijk eiwit van je eigen land afhaalt. Dat je zo min mogelijk voer aan hoeft te kopen en zoveel mogelijk de natuur soort van beschermt eigenlijk. Voor zijn inzet voor verduurzaming ontvangt hij een zogeheten kringloopcertificaat. Het certificaat houdt in dat we met een aantal partijen, dus LTO, de gemeente Midden-Delfland, Friesland Campina en het Hoogheemmaatschap van Delfland, willen wij de boeren hier waarderen voor hun inzet voor kringlooplandbouw. Dus dat is ontzettend belangrijk om zowel het gebied van Midden-Delfland groen en open te kunnen houden, maar ook te werken aan allerlei hele belangrijke doelen, zoals de waterkwaliteit, de biodiversiteit. En door een soort waarderingssysteem op te zetten, houdt die boer hier ook een toekomst. Dus dat is wat we met z'n allen doen. Boeren worden bekeken op een aantal indicatoren of ze dat halen. En op basis daarvan krijgen ze een soort beloning. Al die dingetjes heb je afgevinkt volgens mij, hè? Ja, bijna. Nog eentje moet ik er nog. En, dan, en die is volgend jaar goed. Dat weet ik zeker. Ik ben er heilig van overtuigd. Daar gaan we hard aan werken nou. En dat is het eiwit dan. Ik moet nog meer eiwit van mijn eigen land of zien te halen. En dat gaat nou. Dat gaat lukken, dat weet ik zeker. Ja. Doen we het een beetje goed hier? Ja, we zijn koploper echt in Nederland. Ja, nergens in Nederland scoren de boeren zo goed als in Midden-Delfland. En dat komt omdat we er al heel veel ervaring mee hebben. We doen al meer dan 12 jaar aan kringlooplandbouw in Midden-Delfland. En steeds meer boeren gaan meedoen. Dus ja, er is heel veel kennis op het gebied van duurzame landbouw en melkveehouderijen in Midden-Delfland. We'll be right back.